We schrijven 2013, het jaar van de Bulgarenfraude. Columnist Nausicaa Marbe vindt dat de Nederlandse overheid een virulent wantrouwen jegens de mens zou moeten koesteren. Om dit soort Oost-Europese jat- en liegenwerk tegen te gaan. Columnist Bert Wagendorp verbaast zich dat er bij de VVD kennelijk een groot geloof heerst in de oprechtheid van de mens. Dat is op zich te prijzen, zegt hij, maar het kost wel klauwen met geld. Columnist Shayla Sitalsing vraagt zich ondertussen af of zij de enige sukkel in het ganse land en ver daarbuiten is... die niet in een hangmat in Marbella ligt met dank aan royale voorschotten, huur, kinderopvang en zorgtoeslag. Fast forward naar 2020, het jaar van de toeslagenaffaire. We leven in een land waar bestuurd wordt op basis van wantrouwen en een verstikkende regelzucht... gebaseerd op een negatief mensbeeld, al dus Nausicaa Marbe. Er heerst bij de Belastingdienst een moeilijk uit te roeien zieke cultuur, namelijk van een onberedeneerde haat tegen burgers. Frauduleuze oplichters die moeten worden gesloopt, concludeert Pert Wagendorp. Het vijandbeeld dat de boven ons gestelde hebben van ons, de kleine mensen, laat zich lastig afschaffen. Was getekend, Shaila Sietal Je zou het goudvisjournalistiek kunnen noemen. Verbolgen zijn over iets en dan niet veel later net zo verbolgen zijn over precies het omgekeerde. Nieuws als permanente verontwaardiging zonder richtingsgevoel. Alles een schande vinden, nergens de samenhang in zien. Eerst op hoge toon zero tolerance eisen en je een paar jaar later verbijsterd afvragen waar de menselijke maat is gebleven. Voortdurend het vertrouwen in mensen als naïef en goedgelovig afschilderen, om daarna schande te spreken van ons zwartgallige mensbeeld. Nu zou ik dat hypocriet kunnen noemen en daar dan zelf weer verontwaardigd over doen, schande columnisten spreken zichzelf tegen maar niet alleen zou ik dan van de kwaal een medicijn proberen te maken het zou ook te gemakkelijk zijn goudvisjournalistiek is namelijk niet zozeer een kwestie van hypocrisie maar eerder van institutionele vergeetachtigheid een vorm van geheugenverlies die eigen is aan de hedendaagse nieuwsmachine laat Jesse Frederik prachtig zien in zijn boek zo hadden we het niet bedoeld over de tragedie achter de toeslagenaffaire Nieuws is namelijk als een dagboek zonder geheugen. Het vertelt over vandaag, terwijl het gisteren alweer vergeten is. Nieuws luidt elke dag de noodklok, maar vergeet onmiddellijk weer waarvoor. En overziet daardoor het effect van zijn eigen alarmbellen niet. Dat komt omdat nieuws bijna altijd gaat over gebeurtenissen, incidenten. En veel minder over ontwikkelingen. Nieuws zet elke dag puntjes, maar trekt zelden een lijn. Het gevolg. We zijn voortdurend boos over wat er op dat moment op ons scherm verschijnt, zonder ons af te vragen waar het probleem vandaan komt of waar onze boosheid toe zal leiden. En het problematisch is: onze politiek volgt in dat voetspoor. Van goudvisjournalistiek krijg je al heel gauw incidentenpolitiek, want kamerleden moeten zich profileren, zoals dat heet, of in gewoon Nederlands: ze moeten in het nieuws komen. En hoe doe je dat? We schrijven 2014 het kamerdebat over de Bulgare fraude. Ik heb me samen met heel Nederland groen en geel geërgerd bij elk bericht over de fraude. Het is niet uit te leggen dat belastinggeld wordt gebruikt om fraudeleuze toeslagen mee uit te keren. Want deze fraude is de bel aan de wortel van de sociale zekerheid en de belastingmoral tegelijk. Fraude, anderen hebben het ook al hebben gezegd, is vergif voor onze sociale voorzieningen en het draagvak voor onze verzorgingsstaat. En fraudeurs moeten hard worden aangepakt. Dus het bestrijden van fraude moet topprioriteit zijn. Juist. Je komt als Kamerlid in het nieuws als je moord en brand schreeuwt over de moord en brand in het nieuws. Keiharde maatregelen, wilde men zien. Om zes jaar later te constateren... Ja, mensen zijn echt de vernieling in geholpen en de commissie heeft dat heel hard en duidelijk opgeschreven. Relaties zijn stuk gelopen. mensen hebben jaren aan de schuldsanering gezeten en kwamen er nog niet uit, want schulden vervallen niet na drie jaar als je fraudeur bestempeld bent bij de Belastingdienst. Voorzitter, ik vind dat je fraude streng moet aan aanpakken. Ik vind alleen wel dat je het moet bewijzen dat iemand fraudeur is. Je verliest het vertrouwen als je van de Belastingdienst, die je op zich vertrouwt, van de een op de andere dag hoort dat je gastouder niet deugt, het gastouderbureau niet deugt. En dat je soms 10.000 euro's moet terugbetalen zonder dat je weet wat er aan de hand is. En kan die Belastingdienst dan zomaar die toeslag stopzetten? De wetgeving zat knijterhard in elkaar en had niet de ruimte... Om een uitzondering te maken als dat nodig was. Ja, hoe zou dat toch zijn gekomen? Ook hier geldt, het is niet de draai die problematisch is. Het is het mechanisme erachter dat zorg baart. In een mediacratie loont het meer om met je vuist op het katheder te slaan dan je hand uit te steken naar een ander. Wie nuanceert, bagataliseert. Wie begrip toont, praat goed. Wie niet aanpakt, staat toe. Wie niet veroordeelt, kijkt weg. En dus worden we bozer en bozer en bozer, totdat het kabinet over zijn eigen woede valt. En dan beginnen we weer van vooraf aan. Voorzitter, waar waren we ook alweer zo kwaad over?